Hallo allemaal, welkom bij het videoverslag van de Healing Stap meer in jouw kracht van 22 oktober 2020. Wat heb ik vandaag weer mogen beleven tijdens de groep? Wat hebben we vandaag aan gewerkt? Dat vertel ik je graag in deze video. Ik kijk weer naar de cirkel hier naast me op de grond. En de cirkel heeft nu doorgelopen tot ruim na 4 uur, want dat wilde hij graag. En op zich is de opzet van de cirkel heel simpel, met een paar simpele kristallen, meerdere kaarten, onder andere uit een nieuwe kaartenset van Carl Cray die ik heb besteld deze week. En het was gewoon simpel, krachtig en vooral, er zitten twee elementen in en als je die iedere keer bij elkaar legt, dan knalt de energie al echt al weg. En voel je de energie al gaan. Het was ook heel duidelijk te merken in deze healing. Bij het openen roepen ik altijd het universum, de gemeenschap van engelen en het God aan om erbij te staan tijdens de healing. En als er eventueel ook nog andere mensen hebben weten die echt baat moeten hebben bij deze healing en passend is bij een hulpvraag, mogen die ook altijd worden toegevoegd. En ik vraag natuurlijk om steun om jou zo goed mogelijk bij te staan in jouw transformatieproces, wat je nu aan kan. En dan zet ik altijd een stuk energie neer. En het bijzondere dit keer was, soms is het een boog, een kelk, een bol, een piramide, maakt niet uit wat van dat. Maar dit keer was het grappig dat het eigenlijk meer een soort van kelk was. Alsof we in een soort van, weet je, zo'n heel sierlijk kopje zitten en dat wij dan daar als een soort bloem of stamper in zitten. En dat we daarin ondersteund werden in onze persoonlijke groei en de stappen die we nu mochten ervaren. Dus op zich werden we daarin neergezet als zo'n kop. Om ons heen zo'n mooi sierlijk drankkopje voor de koffie bijvoorbeeld. En daarin gingen we dan verder aan de slag. En daaromheen werden dan weer op verschillende aspecten van ons zijn opengezet om de verbinding te maken. En uiteindelijk ook weer de ruimte om op te bloeien naar jouw beste kunnen op dit moment. Want gaat voor iedereen is het resultaat verschillend en optimaal voor waar jij nu naartoe bent, wat jij nu kon loslaten, wat jij nu in staat was om op te pakken en wat past bij jouw belastbaarheid. Want soms is er al wel veel meer mogelijk, maar komt het niet overeen met wat jij nu als draagkracht aan kan. Dus ook daarin wordt van alles en nog wat afgestemd. En ik mocht beginnen met het spelen op de Sjamaanse drum. En er was echt meteen een tempo erin en een vaart, maar echt, deze healing gaat over in je kracht staan, maar ook gaat eruit ook om waar je voor je bent gekomen op aarde, je levensmissie. Wat wil je gaan betekenen? Waar heb jij voor getekend om te gaan zijn in dit leven? En er zat echt zo'n kracht achter, maar dan meer in de zin van een gevoel van moeten, een gevoel van urgentie, van het is tijd, het is noodzakelijk. En ik weet niet hoe het bij jou is gegaan de afgelopen jaren in je ontwikkeling. Maar ik heb wel fases meegemaakt dat ik die urgentie zo ontzettend groot voelde. Dat het echt een enorme druk ook legde op mezelf. Van, oh, ik moet presteren, ik moet hieraan voldoen. Maar dan meer niet zozeer in de zin van moeten, want ik wil mijn best doen. In de zin van, ik moet het, want het... het is noodzakelijk, anders ga ik dood of zo. Maar meer vanuit de moeten echt van zo duidelijk voelen dat je iets te betekenen hebt. Dat je een missie hebt, dat je iets kan bereiken voor jezelf. Hè? Al groot en klein. Het kan ook puur gaan om wat je voor jezelf kan betekenen. Dat het voor jou zoveel meer mogelijk is dan dat er nu uitkomt. En dat je zo ontzettend voelt dat het belangrijk is dat je nu die stappen gaat doen. En in actie komt. Maar er zit ergens vanuit meerdere lagen een hele hoge druk op. En die hele hoge druk, die is lange tijd ook heel belangrijk geweest om ons aan te sporen naar nieuwe stappen. Maar die hoge druk mag nu van de ketel af. Het water heeft zijn kookpunt bereikt. Je weet wat je te doen staat. Je weet welke kant je uitgaat op. Weet je, of de stappen die daarvoor nodig zijn, heb je al wel gezet. Maar vanuit daaruit komen nog die vervolgstappen. En net als bijvoorbeeld dat je aardappel of groente gaat koken. Weet je, wordt in eerste instantie de druk hoog. En daarna kom je in de fase van laten doorpruttelen, sudderen. Verder op smaak brengen, elementen toevoegen.
die de smaken versterken, verrijken, in je kracht gaan zetten. En daar ging de healing heel erg over. Dat we die druk van de ketel mogen afhalen. En dat we nu naar die fase mogen gaan van, joh, het is goed als het rustiger gaat, geleidelijker gaat. Het gaat nu om die geleidelijke groei. Het continueren van de lijn en ook het versterken van elementen uit de familielijn. Dus als jij op punten merkt dat je daar wat minder krachtig in bent, van je zichtbaar zetten, of je misschien wil afremmen, of doorpakken dat je wel weet dat je bepaalde acties moet doen, maar dan toch jezelf saboteert en uitstelt. Als er binnen jouw familielijnen mensen zijn die daar beter in zijn, hebben we daar de elementen van gepakt. Want mijn draak Lissie kwam ook heel duidelijk naar voren. En draken staan onder andere voor bescherming, maar ook om het ophalen en versterken van familiekwaliteiten. Dus kwaliteiten die wel in de familielijn zitten en die je mee hebt gekregen eigenlijk wel, maar die je onvoldoende benut of waar je jezelf saboteert. Dus ook dat element kwam tijdens het drummen naar voren. En dat is heel erg van, wat ga je nu doen? Wat ga je doen? Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen met de drummen? Er kwam er langzaam te meer rust in. Het gaat in je eigen tijd. En je mag je eigen ritme vinden. Want het was echt wel een uitdaging voor mij op dit moment. En ik ben echt trots dat het me is gelukt. Want mijn belastbaarheid is op dit moment fysiek best wel laag. Maar ik moest op een gegeven moment ook met dansen, drummen. Weet je, tijdens het drummen komt vaak ook soms de elementen terug dat ik dan weer de verbintenis maak naar het leven waarin ik Indiaan ben geweest. En dan komen dat soort klanken terug. Maar ook bewegingen of weet je, ook meer bewegingen dat je dan merkt van wat je dan ziet bij Indianenstammen, dat ze meer onder vuur dansen. Hele krachtige bewegingen. Maar ook vanuit Polynesië, Nieuw-Zeeland, Australië, die kant uit. Met de haku, met die krachtige strijders. Die dan zo krachtig gaan staan op beide benen. En dan met kracht gaan staan vanuit de passie. En ik moest dat ook meerdere keren herhalen. Dat ik echt met beweging, letterlijk en figuurlijk, in je kracht gaan staan. En dat uitbeelden. En voelen, maar ook de bewegelijkheid erin, de sierlijkheid erin. Heen en weer gaan, van dansen op het ene been. Heen en weer vinden, ritmes, dingen. Maar ook echt draaien om, wat is het ritme dat bij jou past? Wat is het ritme wat misschien... Want tot nu toe hadden we dus bepaalde ritmes die vanuit die enorme drang. Het gevoel, weet je wel, van er is meer mogelijk, er is meer mogelijk, er is meer mogelijk. Nu naar die rust mogen, dat het geleidelijker mag. En daar hoort dus ook die stevige basis in. Het is al goed zoals ik nu doe, maar ik mag mijn eigen flow, mijn eigen ritme pakken. En daarin werden dus verschillende manieren aangeboden, zodat ieder van ons die ritme kon pakken die pakkend is. Want het is niet zo dat alle ritmes voor iedereen gold, maar er werden opties aangeboden. Voel maar, wat past, waar ga je naartoe? En vanuit daaruit zijn we verder gegaan. En wat ook heel opmerkelijk was tijdens deze healing, is dat ik ontzettend veel aan het gapen ben geweest. Nou, meestal is dat dan dat ik dat heb als bepaalde processen afgerond zijn of afrondingsfase. Maar het bleef maar doorgaan. Ook later tijdens het spelen op de Milton. Dat ging in eerste instantie zo zachtjes en lieflijk. En ook daarin ging het over, nu in die nieuwe fase op een liefdevolle manier verder mogen gaan. En ook daar werden we ondersteund door trillingen die dat helpen mogen maken. Chakras die verder op elkaar werden afgestemd. De kruin, je hart en je intuïtie verder uitgelijnd. Zodat je beter kan openstaan voor de boodschappen die vanaf nu nodig zijn. En dus ook bewuster bent voor de subtiele wijzigingen daarin. Ga er maar op letten. Je zult zien dat het met meer rust mag. Dat je echt iets eerst mag afronden dat het goed genoeg is voordat je aan iets volgends begint. En dat je niet meer tientallen dingen tegelijk, te snel hoeft te doen of af hoeft te raffelen. Omdat het anders niet op tijd is. De juiste timing mist. Er is meer speelruimte. Er is meer bewegingsruimte. Er is meer manifestatietijd.
En je mag echt die liefdevolle rust pakken om vanuit daaruit te manifesteren. En velen van jullie zullen misschien ook wel hebben gemerkt dat een heleboel dingen de laatste tijd super onrustig waren. Allemaal verschuivingen plaatsvonden, dat er verstoringen waren in processen. En dat was dus nodig om al te laten zien dat we naar die verschuivingen op weg zijn. Het zijn tekens. Zoals ik gezegd heb, heeft de healing daarna nog uren doorgelopen, tot ongeveer uren 4. En na deze videoopname ga ik de cirkel ook afsluiten en maak ik een foto van de cirkel. En die vind je dus ook aan het eind van deze video. Mocht je nog vragen hebben over klachten, belevenissen, wat dan ook, benader mij. Ik sta voor je klaar. En anders graag tot de volgende keer. Dank je wel.